Voor de viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij zijn er 22 projecten goedgekeurd en zijn de middelen daarvoor vrijgemaakt. Dit maakte Johan Rozer, voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en onderzoek naar de gevolgen van het slavernijverleden, bekend tijdens een gesprek onder Afro-Surinamers in het KOB-gebouw. Het thema bij deze 22 projecten is Eenheid is kracht. Bij de viering gaat het om drie onderdelen: herdenken, bezinnen en vieren en vooruitkijken. Rozer wijst erop dat de activiteiten tussen nu en de maand oktober gehouden moeten worden, want dan verloopt de termijn van het Nationaal Comité. Het is goed om in dit verband te zeggen dat er in september, ik geloof 17 september, wat genoemd wordt de dag van de verbroedering zal worden gehouden. En er is aan ons gevraagd om personen voor te dragen die zich op het stuk van slavernijverleden verdienstelijk hebben gemaakt, om die mensen voor te dragen om in aanmerking te komen voor wat er door de president zal worden opgespeld of gegeven. Rozer benadrukt dat het hier niet gaat om een onderscheiding zoals we die kennen. Verder legt hij uit dat het Nationaal Comité Slavernijverleden een aantal projecten heeft overgebracht naar de Kittikotti-commissie. Het Nationaal Comité Slavernijverleden zal op 3 juni een herdenkingsjaar proclameren. En het zal waarschijnlijk in para plaatsvinden dat we het herdenkingsjaar proclameren. En ook op 1 juli zal dus het Nationaal Comité de 1 juli herdenking verzorgen. En daar zijn er dus ook afspraken al over gemaakt met de regering. En de bedoeling is dat we ook nog twee conferenties houden. Eén conferentie zal gaan over de doorwerking van het slavernijverleden. En conferenties, het gaat meer om ronde tafelgesprekken die gedurende het heel jaar zullen worden gehouden in samenwerking met Nancy. Rozer hoopt in het herdenkingsjaar met zoveel mogelijk mensen te kunnen samenwerken. Het Nationaal Comité Slavernijverleden wil de focus vooral leggen op reflecteren op het verleden naar een betere toekomst. Er zal een groot programma komen over ondernemerschap, inclusief workshops voor zwarte ondernemers in Para, Koroni, Sipaliwini, Nikeri en Paramaribo.